voor het leven. Niet zozeer om die kanker te bevechten. Dat zit in mijn lijf en het is dus ook voor mij. Nou, het is een overwinning. Het voelt als een overwinning. Je wordt opgewacht op Betty, bij en Anton. En door al die mensen. Dus je voelt je echt op dat moment een winnaar. En het geeft ook hoop. Het geeft ook hoop. Als je ouder wordt, dan liggen een heleboel dingen niet meer af. Niet alleen je tempo, ook je souplesse. Je wendbaarheid, zelfs je zekerheid neemt af. Dat merk je in verschillende opzichten. En ik heb altijd gezegd, je moet doen wat je zelf verantwoordelijk bent. En ik heb ook altijd gezegd, ik was niet van plan om op te gewoon met leven veel doodgaan. Is voor ons de bocht van Bianca. Vanaf hier kan je ook weer naar boven kijken, naar de toekomst, naar bocht 7, waar je het gejuich en de muziek kan horen. Ontzettend veel zonsaamhorigheid, prachtig uitzicht, ver over de helft heen. Bocht 9 is onze bocht. Bocht 9 is onze bocht. Verleden vertelde ik hem dat het eigenlijk helemaal niet meer zo makkelijk ging en dat het best een beetje zeerde. Maar dat Menno zei van, pap, zeur nou niet. Er zijn veel meer dingen die zeer doen. Ik ben er bijna en je hebt bijna 7 keer boven. En dat zijn de momenten waar je besmet wordt met het Albu6-virus. En ja, vanaf dat moment ben ik fervent Albu6er. Fervent Albu6er. Brengt het allerbeste in mensen naar boven. Je deelt heel makkelijk en vaak ook heel intens wat je uiteindelijk beweegt om hier te zijn. Vreugde, verdriet, lachen en tranen, het loopt allemaal door elkaar heen. Te wachten op het licht dat uit bocht 0 moet komen. We hebben het afgelopen half jaar virtueel het licht naar boven gebracht, het licht van hoop. Ik sta hier met Roos van Iersel, die onze toekomst is en het licht gaat aansteken zo. En wij gaan even afwachten wanneer die mannen daar aangelopen komen en gefietst uit bocht 0 om het licht hier werkelijk aan te steken en deze week hier de rotonde te laten branden. Ik zie ze al komen, Roos, zie jij zo? Ja. En Roos, ga jij meedoen deze week? Ja. Hoeveel keer? 1 keer. Goed zo. En voor wie doet hij dat? Voor mijn opa. Kijk, dat is mooi. Kijk, en daar hebben we het licht. Het licht van hoop. En dat gaan we hier aansteken. Roos, zou jij dat willen doen? Wij brengen hem samen naar het punt waar hij de hele week zal branden. Zo. Voor ons begint Alpe d'Huez nu. En bij jullie binnen ook. En dit is onze toekomst, dit is onze hoop. Voor kinderen, de kinderen van onze kinderen. Maar voor onze kinderen gaat Maarten nu zingen.